Er valt wat te kiezen, zei Mark Rutte daarnet. Maar vinden de kiezers dat eigenlijk ook? Uit een analyse van de discussies op internet, die de NOS heeft laten doen, blijkt dat veel mensen in de war raken. In de war van al die partijen die om het hardst roepen dat zij het beste uit de bus komen. Niet alleen politici hadden het vandaag over de doorrekeningen. Op de verschillende sites en social media als Twitter werd erover gediscussieerd. Zo valt het deze FC Twente-fan op dat iedereen een sneer krijgt en zich toch winnaar noemt. Net voetbaltrainers. Tim ziet het allemaal als een dans van journalistiek en politiek. En meneer of mevrouw De Lange gaat alle berekeningen eerst zelf lezen. Die eindeloze stroom berichten is van onschatbare waarde. Op een dag als vandaag voor politici die precies willen weten wat er over hen gezegd wordt. Maar op andere dagen ook voor commerciële ondernemingen bijvoorbeeld die aan merkbewaking doen. Daarom schieten bedrijfjes die gegevens analyseren als paddenstoelen uit de grond. En een van die bedrijfjes zit hier. Ze heette politiekedialoog.nl en analyseerde op verzoek van de NOS alle berichten over het CPB vandaag. Voor heel veel burgers is het best verwarrend. En dat zien we ook in de inhoud van de reacties. Mensen zeggen, ja, het CPB-rapport, het is eigenlijk voor alle partijen, valt het gunstig uit. Dus voor de kiezer maakt het niet zo heel veel duidelijk. Het meest werd vandaag geschreven over de PvdA, de VVD en dan de PVV. Het bureau keek ook naar de toon van die discussies. Wat vandaag opviel is dat er relatief negatief over het VVD wordt gesproken. Bijpakken. Dus 38% van de posting in sociale media over de VVD zijn negatief. 31% van het CDA. Dus dat valt op. Maar er is ook nog best wel veel neutraal. En dat is ook begrijpelijk, omdat mensen nog niet zo goed weten hoe ze het moeten zien. En dat verklaart misschien ook waarom het CPB vandaag op het net niet het meest besproken onderwerp was. De hele analyse kunt u vinden op nos.nl.